Yo guys, op deze heerlijk zonnige winterse dag hebben we weer een nieuw techniekfilmpje voor jullie. Op verzoek, namelijk de stijgerbuis swingover. Check it out. Hey, de stijgerbuis swingover is zo'n hindernis waarbij je nou eenmaal een bepaalde basiskracht nodig hebt om hem goed te kunnen klimmen. Al is je techniek perfect, zonder voldoende hoeveelheid kracht wordt hij heel lastig. Natuurlijk zijn er wel bepaalde technieken die je kunt gebruiken om de hindernis efficiënter te kunnen nemen. Allereerst spring hoog in. Met die eerste sprong kun je al een flink stuk van de stijgerbuis gepakt hebben. Daarna klem de buis met je benen. Benen zijn hartstikke sterk, dus gebruik ze. Dat kan op verschillende manieren. Dit zijn er twee. Vervolgens trek jezelf op met je armen en zet zo hoog mogelijk weer een klem met je benen. Nou ja, ook bij het schieten van techniekfilmpjes is een warming-up belangrijk. Zodra je bij de balk bent, gebruik ook vooral het stuk stijgerbuis dat boven de balk uitkomt om jezelf nog net even wat hoger op die balk te trekken. Gebruik ook die buis om jezelf schuin over de balk te duwen, zodat je makkelijker over de balk heen rolt. En daarna glij je als een brandweerman gewoon weer lekker via de buis naar beneden en denk om je landing. Hey, terwijl we hier even aan het schuilen zijn voor de regen, even een kort verhaaltje over die stijgerbuis. Laatst ooit in Westerbork, was de stijgerbuis zo glad dat zelfs de top 5 van de korte afstand heel veel moeite had met die hindernis. En ik heb zelfs gehoord dat een paar hun shirt uittrokken en dat gebruikte om meer grip te krijgen om die stijgerbuis om toch omhoog te komen. Dus mocht het nou regenen, mocht die nou glad zijn en je hebt er moeite mee, dan ben je absoluut niet de enige. Mocht je nou in een survival run een stijgerbuis tegenkomen met touw ernaast, ja, dan kun je het touwtje natuurlijk ook gebruiken. Bij sommige runs is een touw zelfs zo lang dat je er misschien wel gewoon een voetklem in kunt zetten. Waarom niet? Hey Niels. Ja? Maakt er nog uit via welke kant van de balk je er overheen gaat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het sowieso te maken heeft met de voorkeurskant. Wat ik vaak doe is aan de kant waar de paal staat, daar ga ik de balk overheen. Ik heb ook de tip gekregen via social media om juist aan de andere kant eroverheen te klimmen. Zodat je zelf als het ware een soort hefboomwerking eroverheen werkt. Kijk even voor jezelf wat jij het fijnst vindt. Ik kom wat moeilijker overheen. De paal zit me in de weg. Ik snap dat het misschien handig is om hem ver te kunnen pakken. Dan trek je jezelf als het ware over die balk heen. Als je hem hier hebt. Zoals je hier bent, je zit eenmaal hier. Duw ik van me weg. Duw jezelf opzij. Ja. Kom ik ook makkelijker uit. Interessant. Probeer het. Kijk wat voor jou het beste werkt. Dit was de techniek voor de stijgerbuis swingover. Heb je hier wat aan gehad? Laat het even weten in een reactie. Vond je dit een vet filmpje? Uiteraard een duimpje omhoog. En zorg dat je al je vrienden dit ook krijgen te zien. Dus deel dit bericht eventjes. Dankjewel. Wij zien jullie in het volgende filmpje. Sterker man! Erik trouwens, deze is voor jou.